Oh, spannend. Ik sta hier te wachten op Sabitri. Ze is opgegeven door haar beste vriend. En ze weet niet wat er te wachten staat. Hi, verrassing. Oh, ik heb iets leuks voor je. Kijk eens. What's going on? Ik kwam hier binnen en toen dacht ik, waarom staan er zoveel mensen? Hier super raar. Toen kreeg ik ineens een filmpje te zien van Misha. Hey Sabitri, verrassing! Je zou wel denken van, wat doe ik hier? Waarom ben ik hier gekomen? Maar je hebt zo hard gewerkt en je gaat misschien wel een hele tijd naar het buitenland. En daarom wil ik je graag verrassen met een makeover! Dus je wordt vandaag lekker in de bad gelegd. Ik wil je heel veel plezier wensen. Oh, zo lief. Leuk, hè? Oh. Ik vind het zo lief van Misha. Hij is mijn neef, maar ook een van mijn allerbeste vrienden. Dus ik vind het echt super lief dat hij dit voor mij heeft geregeld. Ja, super gaaf. Ik had het echt niet verwacht. Maar ja, ik ben echt super benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja. Vertel, wat kan ik voor je betekenen? Nou, ik hou heel erg van make-up en ik vind het leuk om bij mezelf aan te brengen. Alleen ik blijf meer bij het basic. Dus ik hou mezelf meer bij bruine tinten. Ik zou het gewoon leuk vinden om een keertje uit mijn comfortzone te gaan. Om iets totaal anders uit te proberen. Oh, wat helemaal hot is en heel mooi bij je bruine huid was, is de metallic look. Voor de metallic look ga ik beginnen met je ogen. Heel veel mensen zijn bekend met shapen. Shapen van de kin, de jukbenen, de neus. Maar je kan ook je ogen heel mooi shapen en highlighten. En dat ga ik doen met dit palet. Wat ik fijn vind, is dat de poedertextuur lekker lang blijft zitten. En vervolgens ga ik je ogen highlighten en dat doe ik met dit palet. Dus je gaat binnenkort weg. Wat ga je doen? Ja, ik ga binnenkort misschien een half jaar in het buitenland wonen. Daar heb ik wel heel veel zin in. Dan gewoon een nieuwe start ergens anders maken in plaats van in Nederland. Oh, leuk, spannend. Ja, echt heel veel zin in. Wat ik fijn vind aan dit palet, er zitten heel veel verschillende kleuren en hij geeft heel veel pigmentie. Aangezien jij een heel donkere huid hebt, kan jij heel veel pigment hebben. Er zijn natuurlijk ook mensen met een lichtere huid, die raad ik aan om toch wat minder te gebruiken. Anders zie je het en dat is niet de bedoeling. Het moet natuurlijk wel een natuurlijke glow zijn. En om je prachtige ogen af te maken gebruik ik deze liquid eyeliner en hij is ook nog eens waterproof. En wat heel lekker is, dat hij een hele scherpe punt heeft en daar maak je hele dunne lijntjes mee. Wat fijn is aan de lijnen is dat hij extreem zwart is en een hele flexibele punt ook. En daardoor kan je de ronding van de oog mooi afgaan. Zit er altijd mee dat als ik lippenstift heb opgedaan dat het aan het einde van de dag gewoon helemaal eraf is? Is daar misschien iets voor of heb je daar een goede tip voor? Ja, daar hebben heel veel vrouwen last van. We hebben tegenwoordig de Liquid Lip Powder. Dit is een vloeibare lippenstift met een poederige finish en een mat effect. Door het kwastje kan je het heel makkelijk aanbrengen. Hij ruikt wel echt heel lekker. Een beetje vanille. Het lijkt nu net alsof je met je lippen in een bak metallic hebt gehangen. Echt heel cool. Voor de finishing touch gebruiken we deze limited edition nagellak. De formule heeft een hoge dekking en is verrijkt met acai-olie en geeft een hoogglans finish. Chocoladebruin is de trend van dit moment en past mooi bij je nieuwe look. En wow, wat vind je ervan? Supermooi! Ik had het echt niet verwacht. Echt een hele andere tint. Echt gewoon die smoky eyes ook super gaaf. Ik ben er wel blij mee. Laat ook wel zien dat ik een keertje iets anders op mijn gezicht kan doen dan alleen maar bruin. En de lippen had ik ook echt niet verwacht. Ja, gaaf hè? Mooi metallic look. Ik had hem veel roder verwacht, maar hij komt heel mooi overheen in mijn gezicht. Ik ben er echt super blij mee. Kijk eens wie daar is. Hey! Thank you, Alex. Oh, dat wat vind je ervan? Super mooi. Ja? Het is echt heel anders hè? Ja, maar het past wel echt super goed bij je. Echt lief van je. Thank you.